Tegenwoordig is er veel te doen rond het klimaat en dan meer bepaald rond de klimaatverandering. En dat heeft zo zijn gevolgen, onder meer ook voor de tuinaanleg, want daar zijn enkele nieuwe trends merkbaar. Meer groen, minder verharding, betere waterinfiltratie in de bodem en vooral veel schaduw voor die hete zomerdagen. We gaan eens kijken hoe ze dat hier in het West-Vlaamse Meulenbeke aanpakken. Mark, waar we hier staan, was eigenlijk al een volledig aangelegde tuin, maar de bewoners hier hebben ervoor gekozen om radicale ingreep te doen, hè? Ja, de tuin die hier was dateerde van 1990, dus 30 jaar oud. Ja, en dat wil toch al wel wat zeggen. Maar nog veel belangrijker was, van de kinderen zijn het huis uit. Ze hebben een eigen thuis met tuin. Mm-hmm. En ja, de opwarming toch wel, hè, want de mensen zaten hier heel vaak te zweten en te puffen in de tuin. En dan dachten ze van, ja, laat ons er toch voor zorgen dat we niet meer moeten wegvluchten op die hete zomerdag, die zonovergoten dagen. Laat ons wat richting klimaattuin gaan. En laat er ons ook voor zorgen dat de tuin een beetje minder onderhoud vraagt. Niet dat ze geen groene vingers hebben, want getuige, de tuinaannemer is gevraagd om toch nog wel een flink stukje moestuin in de tuin in te passen. Moestuin, allemaal goed en wel, maar hoofdzaak van deze tuin is toch wel het buiten kunnen genieten. En vooral om koelte te krijgen tijdens de hete zomers. En onze zomers worden alsmaar heter, hè? Er gaan er nog veel meer komen. Wetenschappers hebben becijferd dat waar we nu 4 hittegolven per jaar hebben, en dat aantal gaat evolueren, gaat toenemen tot 18 in 2050. En dat is niet eens zo ver weg, hè? En bijkomend ook nog van we krijgen meer en meer droogte. Droge zomers, want waar we nu per jaar 170 ongeveer regenvrije dagen hebben, gaan er daar nog eens 60 dagen bij komen. Dat wil zeggen dat er 2 maanden zonder regen gaan bijkomen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk vreselijk voor planten en ook voor mens en milieu. Ja, nu dat water komt wel, maar meestal altijd tegelijkertijd, hè? Ja, dat ondervinden we nu al, hè. Als het regent, dan valt het vaak met bakken uit de hemel. Eigenlijk wat we vroeger op een maand kregen, dat eigenlijk op een uurtje zelfs gewoon uit de hemel valt. Nu, als je met al die elementen rekening moet houden bij de tuinaanleg, dan komt er heel wat bij kijken. Dat vraagt serieuze ingrepen, hè? Ja, en hier heeft de tuinaannemer de mensen toch wel echt bij de hand genomen richting klimaattuin. Want beeld je in, van vroeger was deze tuin eigenlijk totaal omsloten door een hoge klimophaag. Ja. En daarmee bleef de warmte hier binnen nog wel helemaal gevangen. Het was een bakoven, kan je wel zeggen. En hij heeft eerst gesuggereerd om te experimenteren met gewoon het verlagen van die klimophaag. Zodanig dat er al een beetje wind binnenkomt. Ja, en dus ook koelte. En zo heeft hij ze eigenlijk gebracht tot, neem zelfs een groter gedeelte van die klimophaag weg, er komt nog wat meer koelte binnen en kijk eens welk een prachtig landschap, welk prachtig zicht dat ze ineens hebben bijgekregen. Een uitbreiding van hun tuin waar dat ze niks voor moeten betalen, waar dat ze gewoon van niks moeten doen zelfs en waar dat ze gewoon van kunnen genieten. Eén ding is wel duidelijk, als je echt koelte wil op zo'n hete zomerdag, dan volstaat een luifel of een beetje schaduw niet, hè? Nee, absoluut. Dan moet je een boom hebben, hè. En het is bewezen, onder andere door de Universiteit van Wageningen, dat een boom, en ze hebben het berekend voor een volwassen eik, die zou het koelend vermogen van 10 airco's hebben. Nu, laat dat toch een beetje overdreven zijn. Onze Universiteit van Leuven heeft het onderzoek ook gedaan en die komt uit op 5 airco's. Een boom zuigt vocht en voeding op uit de ondergrond. En dat proces dat onttrekt eigenlijk ook al wel warmte aan de omgeving. Dus dat is een eerste manier van koelen. Maar nog belangrijker is, van niet alle vocht dat opgezogen wordt, wordt gebruikt voor dat omzettingsproces. Daar gaat ongeveer nog 90% van verdampen. Ja? En dat omhoog stuwen van dat verdampte vocht, want het stijgt gewoon, zuigt eigenlijk warme lucht mee. Onderaan ontstaat dus eigenlijk een vacuüm, een leegte. En dat wordt aangevuld met koele lucht die laag tegen de grond zit en die ook van zelfs heel ver wordt aangezogen. En zelfs komt van over het gras en lagere planten in de tuin. En daar is de lucht natuurlijk ook alweer gekoeld geworden door de verdamping van die planten. Nu, als je het hebt over die lage plantjes, dat zijn natuurlijk wel de eerste die problemen krijgen bij langdurige droogte.
Ja, en de tuinaannemer gaat tegenwoordig steeds aan de eigenaars vragen om de eerste 2 jaar toch wel regelmatig water te geven. Doet hij trouwens ook voor grotere planten, voor bomen en die smeer. Planten moeten echt wel op dreef geholpen worden. Ze gaan nu ook wel zeggen, gebruik er alsjeblieft geen leidingwater voor, maar dat is natuurlijk wel een echt kostbaar goedje. Ja? Gebruik als het even kan regenwater. Hè? Ja, en dat moeten we opvangen en stockeren en dat is hier ook goed geregeld. Ja, de tuinaannemer heeft ineens al het dakafvoer, want natuurlijk een dak is de ideale plek om regenwater op te vangen en te verzamelen, heeft al die dakafvoeren losgekoppeld en samen ook met die nieuwe dakafvoeren van een lamellendak richting regenwaterreservoir geleid. En daar stopt het nog niet mee. Hij heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat het gazon en de plantzones, dat die eigenlijk ook op een gemakkelijke en goede manier water vasthouden. Om de grond zo goed mogelijk vochtig te houden, gebruikt Eddy wateropzuigende gelkorrels. En hij deelt zijn enthousiasme daarover heel graag met de vrouw des huizes. Dit korreltje pakt enorm veel water op. En is goed als het regent in feite, kunnen we het water mooi vasthouden in de grond en wordt terug afgegeven aan de plant, in feite gazon of in de moestuin te gebruiken. Je kunt het overal gebruiken. We gaan dan een keer testen, we gaan daar een beetje water bij gaan en je zult zien dat water wordt opgenomen door de korrel. Kijk, je ziet het water wordt al, dat wordt een gel. Kijk hoeveel keer het die water opneemt. Hier zie je mooi het verschil. Straks kunnen we dat wel bijna ondersteboven houden. Dan altijd een keer testen. Kijk, zo vlug gaat dat in feite. En de plant kan eigenlijk dat water terug opnemen in feite en gaat niet verloren. Dit leidt geen twijfel. Als je hier als plant terechtkomt, dan is je toekomst meer dan verzekerd. Het is wel duidelijk, Mark, dat gras en dat de plantjes hier zeker een goede start krijgen. Hè? In zo'n klein tuintje gebeurt het ontzettend vaak dat een tuinaannemer gazonmatten of gazonrollen gaat uitrollen, want dat geeft natuurlijk een instant resultaat. Nu, hier heeft hij er bewust voor gekozen om het gras, het gazon, te zaaien. Dat wil zeggen, eigenlijk dat zorgt ervoor dat dat gras, van zodra dat het ook maar begint te kiemen, dat die worteltjes zelf op zoek moeten gaan naar vocht en voedsel en dus eigenlijk dieper gaan en dus eigenlijk sterker gaan zijn tegen zo'n droogte. Ja, ik zou zeggen laat het gras maar rustig zijn gang gaan, want er is ondertussen nog wel wat extra werk te gebeuren. Hè? Er zijn nog wel wat dingetjes die de eigenaars ook gevraagd hebben, zoals bijvoorbeeld die vijverbak die nog moet, of die waterbak die nog moet afgewerkt worden, nog moet bekleed worden. Nu, over dat water gesproken, water is eigenlijk het beste koelende element in een tuin. En vandaar eigenlijk een aanrader in elke klimaattuin. Zeker als het zoals hier dicht bij het terras kan, want dan krijg je dus echt ook nog, ja, de water warmt minder snel op, geeft dus s'avonds ook nog wel koelte af en daar geniet je hiervan op het terras. Nu, er moet inderdaad ook nog verder afgewerkt worden. Hier moet dus ook nog een net inkomen ter beveiliging, ja, valgevaar voor de kleinkindjes en aankleding, maar eigenlijk ook nog afwerking met kussens. En die is de mevrouw des huizes zelf aan het maken. Dit wordt duidelijk een duurzame, milieuvriendelijke tuin. Een eindje verder, in Nazareth, in Oost-Vlaanderen dus, heeft zo'n klimaattuin er al enkele jaren op zitten. Ja, Mark, de tuin waar we nu zijn, hier in Nazareth, is een paar jaar geleden aangelegd en eigenlijk heeft die ongeveer alles wat je mag verwachten van een klimaattuin. Hè? Ja, het is hier nu natuurlijk nog wel een uitzonderlijke positie, want als je zo kijkt, staat die woning heel ver van de straat. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat komt omdat ze gebouwd is op de plek waar een boerderijtje stond vroeger, wat bouwvallig was, wat moest verdwijnen. En we wilden toch wel een huis hebben op diezelfde plek. Het gevolg is natuurlijk dat de weide die ervoor lag omgebouwd is tot immense voortuinen. Een voortuin die gebruikt wordt. En kijk naar de trampoline en ook de zandbak voor de kindjes. Wordt gebruikt. Maar in alle geval, wat ons nu interesseert natuurlijk in relatie tot klimaattuin, is de aanwezigheid van bomen. Flink wat bomen in de tuin. Want die gaan schaduw moeten geven, die gaan koelte moeten geven. En ook gepraat over klimaat. Ja, als je zo'n woning ver achterin schuift, dan is er ook een lange inrit nodig. Ja, maar men heeft er dan wel voor gekozen om die uit te voeren in keitjes. Keitjes die vastzitten in een honingraadstructuur en die gelegd zijn op een waterdoorlatende fundering. Alle regenwater dat er opvalt,
kan probleemloos in de ondergrond doorspoelen. Nu, het enige wat niet echt water doorlatend is, dat is het terras daar bij de woning. Maar ook daar is goed over nagedacht, hè? Het is een bewuste keuze, hè? Want ja, de kindjes in dit gezin zijn 2 en 4 jaar en half. Ja, en die willen natuurlijk ook nog wel buiten spelen, ook wel eens op een harde vloer en een effen vloer. Denk aan ja, rijden met autootjes, krijttekeningen maken, maar ook het leren fietsen, wat dan ook. En daar is die ruimte ideaal voor. Ja, en het meubilair dat er nu op staat, dat schuift eigenlijk mee in functie van waar de kindjes zitten en waar en wat dat ze spelen. En het regenwater dat erop valt, wel, ook dat gaat niet verloren. Dat mag gewoon afvloeien naar de zijkanten. En dat sijpelt dan het gras in en vandaar ook weer de ondergrond in. We hebben het ondertussen begrepen. Met water moeten we spaarzaam omgaan. Stenenvloer? Ja, maar dan wel met de nodige ruimte ertussen, zodat alle regen de kans krijgt om in de grond te trekken. Oplossingen genoeg. Regenwater dat in de tuin terechtkomt, moet zoveel mogelijk de bodem kunnen intrekken. En Caroline, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid van keitjes of andere kleine steentjes, hè? Ja, zeker. Maar heel belangrijk is dan dat je daar een grindstabilisatiemat onder installeert. Want dat zorgt ervoor dat alles veel stabieler ligt op de ondergrond. Daarnaast is er een geotextiel onder de grindmatten die ervoor zorgt dat onkruid veel minder snel gaat opschieten. Daarnaast kan je ook, als je opteert voor toch groen te behouden, kiezen voor een grasmat. En dat is eigenlijk op dezelfde manier dat je dat gaat installeren als een grindmat. Alleen ga je daar ja, gras zaaien. Dit systeem wordt wel weinig gebruikt voor echt terrassen waar mensen tafels en stoelen willen opzetten. Daar kiest men gewoonlijk voor grote tegels. Maar ook daar moet het water weg kunnen en daar zijn nu, ik zou zeggen, elegante oplossingen voor. Hè? Een hele discrete oplossing waarbij je dat eigenlijk je tegels inwerkt op de goot. En dan zie je na inbouw maar een 1,5 centimeter meer van goot. En daarnaast hebben we de standaard gootjes als je toch zou willen opteren voor een goot, maar dan in heel verschillende designs. Ja, onopvallend, maar wel efficiënt om water op te vangen. Nu, de bedoeling is ook dat dat water niet naar de riolen gebracht wordt, maar dat dat langzaam kan infiltreren in de bodem. Daar zijn ook specifieke oplossingen voor. Hè? Ja, inderdaad. Eerst en vooral is er het standaard krattensysteem. En dan daarnaast hebben wij ook een systeem uit rotswol. Dat is een volledig natuurlijk systeem. Heel simpel gewoon in te bouwen in één lijn. En heel simpel gaat dat dan langzaamaan het water loslaten. Nu, mensen die niet veel ruimte hebben om zo'n systeem uit te bouwen, ook voor hen is er een andere oplossing, hè? De gully, zeg maar. Hè? Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk gewoon een infiltratiebuis met een rooster op die je dan installeert in een put van minstens 60 diep. En je mag kiezen hoe breed dat je die maakt. Daar plaats je dan kiezels in voor te laten infiltreren en dan werk je dan nadien af met de verharding of het gras. Ziezo, voor het water is gezorgd. En hoe is het gesteld met het bomenarsenaal in deze tuin? Je noemde dat net de bomen al, die zijn nu natuurlijk nog jong, maar over enkele jaren zullen die enorme schaduwpartijen geven. Hè? Ja, het gaat, ik mag niet zeggen een bos worden, want er staan hier bomen bij die een doormeter van 10 meter en meer krijgen. Maar er zijn een paar, vind ik, toch wel opvallende bomen bij. Eerst en vooral daar ook al die schitterende acacia die er staat en bessoniana. Hij laat een mooi getemperd licht door en geeft op die manier toch wel ja, licht in de woning die erachter ligt. Maar maskeert de brandende zon, dus geeft schaduw. Volgens de eigenaar stonden er nog niet genoeg bomen, want die wil echt wel een bijdrage leveren aan het klimaat. En die heeft het voorbije jaar de tuinaannemer nog enkele gliditia's laten bijplanten. Christusdoorn. En weer of geen weer, het mooie gele blad in voorjaar en ook in voorzomer, ja, brengt altijd zon in huis, in de tuin, zelfs als het is bewolkt is. Maar in elk geval, het doet dat wel met de nodige koelte. Nu staan we in de achtertuin en als je vergelijkt met die immense voortuin, dit is een pak kleiner, hè? Ja, dat komt ervan als je de woning natuurlijk naar achter schuift op het bouwperceel. Hij is toch nog altijd wel stadstuin groot, hè? En tegelijk, ja, dit is wel een mooi voorbeeld van wat ook in de stad mogelijk is in verband met een klimaattuin. Ja? En klimaattuin, laten we dat toch nog eens benadrukken. Dat wil eigenlijk zeggen dat de temperatuur erdoor en de planten en het water doorlatend zijn altijd ja, rond een maximum van 26 graden wordt gehouden. En 26 graden is zo net het verschil tussen van
ik voel me aangenaam bij dit aangenaam warme weer. Of, goh jongens, het is zweet en puffen geblazen en ik wil hier weg. Ja, en over aangenaam gesproken, het is ook een heel gezellige zithoek, hè? Geen recht toe, recht aan terras, zoals we zo vaak in tuinen gewoon zijn. Hè. Van, ja, men heeft hier voor gekozen, ontwerper heeft eigenlijk een terras getekend uit allemaal aparte grote tegels die dus los van elkaar liggen. Het zorgt voor een speels geheel, maar het heeft de tuinaannemer natuurlijk ook wel wat werk bezorgd, want die heeft die hier één voor één moeten gieten, moeten realiseren. En het zijn eigenlijk betonplaten allemaal van 15 centimeter dik, dus verzakken gaat die dingen nooit doen. Mm. Beton, niet waterdoorlatend, maar door die veelheid aan open ruimte die gevuld is met lavasteentjes, kan het water dat erop valt ook weer terug in de ondergrond. En het ziet er niet saai en bruin uit, want in die open voegen, want dat zijn het dan uiteindelijk, wel, daar groeien een aantal mini-mosjes, leptinella, daar groeit loopkamille in. Ah, wel, daar groeit eigenlijk een veelheid aan plantjes in. En die betonnen banken die sluiten er heel mooi bij aan, maar ze zien er wel heel zwaar uit. Dat zijn ze ook. Hè. Die dingen die wegen honderden kilo's. Die zijn eigenlijk in fabriek gemaakt. Anders is ook zo'n gladde afwerking quasi onmogelijk. En die zijn met een kraan over de woning getild en dan hier gepositioneerd. Net trouwens, als ook die grote container die hier staat, een container die dient als achtergrond voor de tuin, scheiding onder andere naar de buurt toe, maar tegelijk ook een functie heeft als berging. Want in een gedeelte ervan zit een fietsenberging, in het andere gedeelte de tuinberging, waarvoor in de woning geen ruimte was. En ook die is dus over het dak gekomen en dat heeft de tuinaannemer nog kopbrekers gezorgd. Want toen die over het dak werd getild, stak er plots een hevige windvlaag op en dat ding begon te draaien en te keren. En hij was toch wel zeer bezorgd natuurlijk over die oude bomen die hij per se in de tuin wilde behouden. Zorg dragen voor oude bomen. Dat is iets waar Nico Damers zich met veel overgave op toelegt. We vinden hem aan het werk in het Oost-Vlaamse Stekenen, bij zo'n ouderling die dringend aan verzorging toe is. Nico, als er gesproken wordt over boomchirurgen, dan denken mensen automatisch aan snoeiwerk. Nu, jullie job is veel meer dan dat. Hier bijvoorbeeld bij die oude perelaar gaan jullie helemaal niet snoeien, hè? Nee, absoluut niet. Snoeien is een onderdeel van ons werk. Maar snoeien is in essentie voornamelijk voor de veiligheid. Hè, om te zorgen dat er geen takken kunnen breken. En dat is een vak op zich. Hè. Goed kunnen snoeien, dat is een heel belangrijk vak. Maar het is dus inderdaad maar een deeltje van ons werk. Maar bij deze oude perelaar gaan jullie iets helemaal anders doen, hè? Ja, als we de gezondheid van een boom willen verbeteren, dan gaan we dus moeten kijken onder de grond. Dan gaan we zien hoe zit het met zijn wortels. Heeft hij veel wortels? Zijn die wortels gezond? Kunnen die wortels vocht en mineralen opnemen? Bij deze boom was dat niet het geval. Dus we moeten dat wortelsysteem terug vitaliseren. Mm-hmm. En hoe doen we dat? Ik zei al dat een peer een bosboom is. En die kan hier gemakkelijk 300-400 jaar in een bos overleven. In een weiland of in een tuin is dat een heel ander verhaal. Mm-hmm. Dus wat wij willen is eigenlijk de situatie van een bos gaan nabootsen. Dus we gaan hier een strooisellaag, zoals dat je in een bos gaat vinden, gaan wij hier installeren in die tuin. Gaat er niet zo woest uitzien als dat in een bos behoort te zijn, maar de essentie is wel hetzelfde. Mm-hmm. En als ik over de essentie spreek, dan kan ik dat best tonen door die wat doodhout. Een bosstrooisellaag bestaat voornamelijk uit doodhout dat aan het verteren is. En vertering is eigenlijk schimmels, kleine organismen die dat allemaal in kleine deeltjes gaan. Zit hier gangen van een houtmier en zo. Maar dit is essentieel. Dus die zwamvlok die ik hier zie, bomen en schimmels die werken heel goed en heel graag samen. Mm-hmm. Wij noemen dat mycorrhizas. En hier kan je zien, dat is eigenlijk een hoop wortels van een boom. En hier tussen zitten ook die schimmeldraden. Ja. Die zijn echt enorm met elkaar verbonden. Die maken een connectie. En de schimmel die gaat uit het hout mineralen opnemen, gaat die transporteren en gaat die doorgeven aan een boom. Waardoor een boom eigenlijk gewoon voetjes onder tafel schuift en bediend wordt door de schimmel. Eigenlijk komt het erop neer dat jullie hier die situatie gaan
nabootsen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Want we kunnen dat systeem niet kunstmatig gaan versnellen of installeren. Dus wat wij doen, is een situatie installeren alsof dat een bosbodem is. Mm-hmm. En dan komen die schimmels vanzelf. We gaan er ook een aantal schimmels automatisch meebrengen, omdat wij hier we werken met rijpe houtsnippers, die bij ons in onze werkplaats houden wij dat een jaar of zo bij. Mm-hmm. Dat verteert. En dit is eigenlijk het uitgangsmateriaal voor een strooisellaag. Ja. En als die boom dat materiaal gekregen heeft, dan kan die er weer een aantal jaar opnieuw tegen? Ja, absoluut. Hè. Wij hopen dat die wortels terug gezond worden en dat die peer nog gemakkelijk de komende 100 jaar hier vrolijk kan groeien. Mm-hmm. Eén ding is duidelijk. Als het aan Nico ligt, dan gaan onze bomen een lange, gezonde toekomst tegemoet. En nu nog even kijken hoe het in de buurt van Gent gesteld is met de rest van de beplanting. Deze perenboom ziet er nog bijzonder gezond uit, hè? Boordevol blad. Heb je enig idee hoe oud die is? Ik schat hem op een 70 tot 80 jaar. Nu, op zich is dat niet oud voor een perenboom, want die kan, zo weet je, wel 200, misschien zelfs 300 jaar oud worden. Maar desalniettemin, er staan hier toch al wel enkele vervangers klaar. Hè. Denk hier aan het Perzisch ijzerhout. Maar nog meer bijzonder vind ik eigenlijk die Coleuretheria, zoals ze heet. Een lampionboom of ook een Chinese vernisboom. En wat doet die plant? Die loopt in het voorjaar heel mooi uit, krijgt in de zomer gele bloempluimen en gaat ook nog in het najaar voor een schitterende herfstkleur. Hè. En het geheel wordt mooi afgerond door al die vaste planten hier. Hè? Ja, het is een combinatie van varens en hier en daar een siergrasje, maar vooral toch wel vaste planten. En ook die dragen bij eigenlijk tot dat microklimaat in deze tuin. En ik denk zeer zeker ook aan die trachistemon. Het is een plant die naar het schijnt in Turkije ook gebruikt wordt in de keuken. Zowel blad, stengel, als ook wortels worden gegeten. Maar voor ons eigenlijk een meenemer is de prachtige blauwe bloei in het voorjaar en nu eigenlijk die grote bladeren die veel vocht opzuigen, dus ook weer veel vocht verdampen en de warmte wegjagen uit de tuin. En wat ik ook ontzettend mooi vind, en die heeft dan wel minder bladbloemen, heeft dus minder effect op klimaat, maar moet er gewoon zijn voor de schoonheid, dat is het Zeeuwse knoopje met bijna papieren bloempjes die schitterend in dit geval wit zijn, maar die ook in roze en rood bestaan. Maar het zijn sfeerbrengers. Volgende keer zijn we toe aan de laatste aflevering van Droom tot Tuin. En dan mag er al eens wat meer gedroomd worden. We wandelen rond op verschillende daktuinen, van een meer bescheiden oppervlakte tot een heuse penthouse met zwembad en tuin helemaal rondom. En vermits we vooral in Hasselt rondhangen, zorgt een daktuinspecialist van de PXL Hogeschool voor heel wat nuttige info.